Patrick, een hoop mensen binnen de club balen dat Caravaggio vertrokken is. Maar ik denk dat het bij jou net even wat anders zit, of niet? Ja, tuurlijk. Voor mij gezien is het positief dat Cara vertrokken is. Het was een goede speler, een belangrijke speler voor Vitesse. Dus zeker begrijp ik dat. Maar ja, voor mij gezien is het sportief gezien goed. Dus ik probeer hierdoor mijn kans te grijpen en te laten zien wat ik kan. Ga je ervan profiteren? Ja, dat is de bedoeling. Ja, nee, wat ik zeg, ik kan. Normaal gesproken ben ik een controlerende middenvelder en nu word ik als linksback neergezet. En daar moet ik mee dealen en nu moet ik daar keihard voor knokken om ook daar te laten zien wat ik kan. Wat dacht je toen de trainer een tijdje geleden aankwam op de training en zei: Patrick, we gaan jou eens op linksback proberen? Ja, lastig. Aan de ene kant pak je alles aan om op het hoogste niveau te trainen. Aan de andere kant is het van nature niet je positie, dus is het wennen en is het nog steeds wennen. Alleen je leert van de trainers die dingen tegen je vertellen en dat probeer je op te pakken. En dat probeer ik om een betere voetballer van te worden. Ik zag jou net ook nog even met de trainer na afloop nog even staan praten. Geeft hij je dan meteen tips of wat zei hij? Ja, dan bespreekt hij een paar momentjes in de wedstrijd waarin ik situaties iets verkeerd inschat. En dan geeft hij aan hoe ik dat op kon lossen en wat ik dan moet doen. Dus alleen maar positief, denk ik. Je hebt nu een tijdje meegetraind. Merk je al dat het makkelijk, steeds makkelijker gaat daar op die linksbackpositie? Of? Ja, tuurlijk. Er zit verbetering in. Ik denk nog steeds dat ik op middenveld beter uit de voeten kom. Maar voor nu sta ik linksback en het gaat beter en beter. Dus ik probeer stapjes te maken en blijf maken. Ja, en de kans is natuurlijk wel gewoon aanwezig dat je volgende week, volgende week al, iets meer dan een week, gewoon tegen PSV als linksback tegen PSV speelt. Ja, het is mogelijk, ja, zo zie je. Maar twee weken geleden zou niemand het nog verwachten. En nu zijn de kansen heel anders. Dus wat ik zeg, ieder kansje moet je grijpen. En dat probeer ik ook te doen. In hoeverre heb jij hier ooit aan gedacht dat het zover zou komen? Nou, ik moet zeggen, begin van het seizoen had ik er nog niet over kunnen dromen. Toen was het verre van. Maar goed, ik heb mijn best gedaan en de trainers overtuigd met wat ik kan. En nu moet ik dat proberen door te pakken. Misschien word je wel gewoon een uitstekende linksback in de Eredivisie. Wie zou het zeggen? Ja, de toekomst zal het leren.